Woensdagmorgen werden de Provinciale Staten van Groningen bezocht door een drietal Zwarte Pieten. Nog voordat de boot van Sinterklaas is afgemeerd aan de kade in de stad, kwamen ze even kijken hoe het eraan toe gaat in de vergadering van de provincie. Het was een actie van de PVV, die wil dat Piet zwart blijft. Max van den Berg, de commissaris der Koning, waarschuwde nog dat wat niet op de agenda staat niet wordt besproken. Hij wilde geen Zwarte Pieten discussie. Om 9:30 wandelden de Hoofdpiet, de Geldpiet en de Milieupiet de vergaderzaal binnen. Sinterklaas maakt zich bezorgd vanwege het feit of Zwarte Piet niet erg zwart wordt gemaakt in Nederland. Want daar is hij wel heel erg, dat beangstigt hem. Want eigenlijk is Zwarte Piet al zwart, dus waarom moet je hem ook nog zwart maken? Hè? Dat is eigenlijk niet nodig. De Pieten hadden slecht geslapen, want ze waren vannacht gewekt door een aardbeving met een kracht van 2,9 op de schaal van Richter. Er moet een goede schadeloosstelling komen, er moet een goede uitkoopregeling komen voor mensen in het aardbevingsgebied. En de NAM, en de dialoogtaal, en de politiek, allemaal ingericht door deze staten. Daar zijn ze allemaal mee akkoord gegaan, behalve de PVV. En toch gaan ze nu allemaal zeggen van ja, nee, maar. Nee, ze zijn verantwoordelijk voor dit beleid. Dus iedereen moet eigenlijk de Zwarte Piet krijgen. En niet alleen het college en de heer Morlach. Een Zwarte Piet heeft natuurlijk wat met de kleur zwart. De mensen gedupeerden in Groningen, die moeten niet in het rood staan, hè, vanwege de waardedaling van hun huizen. Nee, het moet weer in zwart. De mensen moeten weer wat te verteren hebben. De PVV met een volle portemonnee, zeg ik dan maar. Nog 10 nachtjes slapen en dan komen de collega's Zwarte Pieten en Sinterklaas aan in de stad.